Haaien. En daar de kopkans. En daar de kopgoal van Amersfoort. Pelle van Amersfoort speelde in de wedstrijd tegen Ajax zijn 100ste eredivisieduel in het shirt van SC Heerenveen, waarin hij ook nog treffzeker was. Een mooie mijlpaal voor de middenvelder. Kun jij een algemeen beeld schetsen van jou in die 100 wedstrijden bij Heerenveen? Een algemeen beeld? Ja, ik denk dat ik een nuchtere jongen ben. Harde werker. Zomaar het doelpuntje kan meepikken. En uiteindelijk gewoon onopvallend belangrijk kan zijn voor een ploeg. Ik denk dat heeft volgens mij Jurgen Streppel toen een keer gezegd. En dat vond ik wel een hele mooie. Onopvallend belangrijk. Ja, ik ben niet degene die altijd heel erg opvalt. Maar ik ben wel iets wat een team nodig heeft. Door wat ik doe komen andere jongens meer aan de bal, meer vrij. Die krijgen meer ruimtes. En die vallen dan misschien wel wat meer op. Dus ik denk dat dat wel een mooi iets is om mij te omschrijven eigenlijk in deze 100 wedstrijden. Van Amersfoort kwam in 2012 in de jeugd terecht en zat in dezelfde lichting als onder andere huidig teamgenoten Noppert en Van Aken. Laatstgenoemde was zelfs een huisgenoot bij een gastgezin. Ja, in het begin was het wel wennen natuurlijk, want je woont eigenlijk altijd thuis. En nu ga je ineens ergens anders wonen. Maar na 2-3 weken dat je hier echt de hele week zit, dan voel je wel echt al heel gauw thuis. Ik kwam toen eigenlijk in een gastgezin met Joost Van Aken. Dat was ook een lastige periode, want toen ik net hier kwam, toen verloor ik mijn moeder. Dus dat was het heel fijn dat je in zo'n warme familie wordt opgenomen. Dus in dat geval heeft het me heel erg geholpen ook in die tijd. En ik kon veel met Joost optrekken en Joost was wel een lichting ouder. Ja, we hebben wel gewoon een goede klik, denk ik. Gewoon hoe we met elkaar omgaan. Ja. Het is altijd wel gezellig, maar vooral veel lachen en zo. Ja, lekker voor je. Dit is toch wel leuk. Nee, dit was... Maar dat was wel heel fijn. En ik heb nog steeds heel erg veel contact met ze gehouden, ook toen ik hier ben weggegaan. En ook de eerste dagen, nu ik weer terug ben, heb ik daar nou ook nog even geslapen. Dus in dat geval hebben we altijd wel contact gehouden. Dus daar kijk ik altijd wel naar een hele leuke periode. Ja. Nou, dat is mijn debuut. Vitesse uit. 1-1. Ja, het was wel een leuke wedstrijd om in te vallen. Het was best wel zwaar. Het dak was dicht. Ik weet nog dat het heel benauwd was. Maar wel goede herinneringen. Ja. En we gaan een debutant krijgen. Pelle van Amersfoort. 18 jaar ook al. De ene 18-jarige vervangt de andere. Nee, ik weet dat ik heel zenuwachtig was. Ik weet dat er een vriend van mij speelde bij Vitesse, Kevin Dix. En die was ook warming-up aan het doen. En die wilde de hele tijd contact met me zoeken om hooi te zeggen. Maar ik keek hem straal voorbij. Omdat ik dacht van, ik ben zo bezig om de eerste minuut te maken voor Heerenveen. Dat ik daar helemaal niet mee bezig was. Dus als je dat dan achteraf hoort, dat je zo in zo'n focus bent voor een wedstrijd, dat is dan wel bijzonder. Maar op dat moment dacht ik eigenlijk alleen maar om minuten te maken en volgens mij een half uur ingevallen. Volgens mij zat ik al 3 wedstrijden bij de selectie en ik was maar niet ingevallen. Dus op een gegeven moment kraagt dat ook aan je, maar je bent elke keer maar gespannen voor je eerste minuten te maken. Ja, en op een gegeven moment merkte je aan de wedstrijd dat het een beetje doodliep. Het stond 1-1 en het was een beetje op en neer. En toen kwam ik erin als linksbuiten, weet ik nog. En het moest gewoon eigenlijk gas geven en dreiging naar voren houden en diepgang. Ik keek er wel met een goed gevoel op terug. Na een wisselvallig seizoen werd Van Amersfoort verhuurd aan Almere City. Hij wist dat seizoen 10 keer te scoren en mede daardoor werden de play-offs gehaald. Waarna hij positief terugkeerde bij Heerenveen. Oh, mijn eerste goal. NEC uit. Volgens mij wel 2-1 verloren, maar wel mijn eerste goal in de Eredivisie, dus die was wel speciaal. Op aangeven van Stefano Marzo nog. Hier gaat Stefano Marzo. En hier wordt het gelijk. Jawel, daar is de 1-1 van Amersfoort. Nee, dat was wel een mooie wedstrijd, alleen uiteindelijk verloren. Dus voor ons persoonlijk een leuk hoogtepuntje, maar als team was het wat minder. In de winterstop stonden we ook vierde. Nee, dat was gewoon een hele goede start wat we toen hadden. En toen kreeg ik ook blinde darmontsteking. En Martin Ødegaard kwam. Ja, toptalent. En daardoor belandde ik ook weer eigenlijk op de bank. En het voordeel van mij was dat we niet alles meer wonnen. En daardoor kwam ik eigenlijk weer in de basis, ook samen met Ødegaard. En uiteindelijk hebben we dat seizoen natuurlijk wel goed afgesloten met play-offs. Alleen uiteindelijk niet de play-offs gewonnen. Dat was dan natuurlijk wel balen, maar ja. Dat was wel een beetje mijn situatie, altijd wel in die spelen. Wat is lastig. Zo! Zullen we die maar tellen? Wat een doelpunt van Pelle van Amersfoort. Maar dit is geweldig afgemaakt. Pelle van Amersfoort. Wat een prachtige treffer.
Na 3 seizoenen in Friese dienst kreeg de middenvelder een aanbieding uit Polen om bij Cracovia Krakau te spelen. Het eerste wat mijn reactie was ook al van Polen, wat moet ik daar doen? Ik was daar ook niet bekend mee. Maar toen hebben ze me uitgenodigd en toen kwam eigenlijk de hele staf en clubleiding kwam met mij de stad laten zien en uit eten. En ze haalden alles uit de kast om mij over te halen. En toen liep ik ook met mijn vriendin door die stad en toen dacht ik ook van ja, als je hier kan wonen, dat is ook wel een pluspunt, moet ik zeggen. En uiteindelijk wel een keuze gemaakt van ja, ik ga hier gewoon voor. En in het eerste jaar beker winnen en supercup winnen, ja, dat is eigenlijk een vergelijkbare club als Heerenveen, was dat gewoon super speciaal. Dus ja, dat was wel heel mooi om mee te maken. En na 3 seizoenen in Polen werd Pelle van Amersfoort clubloos en keerde hij terug bij SC Heerenveen. Hoe bevalt die stap nu weer voor jou? Ja, heel fijn. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik was wel wat zenuwachtig van na een half jaar of iets langer zelfs nog zonder club te zitten. Hoe ga je dan weer beginnen? Hoe is het wedstrijdritme? Ja, gelukkig hadden we dan een lange voorbereiding. Dat was dan mijn voordeel waar ik wat oefenwedstrijden kon opdoen. Maar uiteindelijk denk ik wel van hoe ik nu ben gestart, dat zou ik niet over willen doen. Nee. Het is gewoon eigenlijk juist goed gevallen en ik voel me ook gewaardeerd. Ik merk ook dat ik gewoon wel een sterke speler ben in deze ploeg en iets wat ze nodig hebben ook. En uiteindelijk moet ik gewoon doorontwikkelen en dan zien we wel weer hoe het gaat. Dit is mijn eerste goal na mijn terugkomst tegen Volendam in de beker. Sar, vlak na rust, bal breed gelegd en daar de goal. Van Pelle van Amersfoort. Hartje voor mijn vriendin, dat had ik afgesproken. Dus ik moet zeggen dat ik gewoon wel echt als een heel andere persoon ben teruggekomen. Veel volwassener merk ik in mijn spel, veel rustiger als hoe ik weg ben gegaan. Ja, ik heb daar natuurlijk 3 jaar alles gespeeld. Aanvoerder geweest, veel goals gemaakt, belangrijk geweest voor de club, beker gewonnen. Ja, daar word je gewoon een heel andere persoon van, op het veld tenminste in ieder geval. Ja, en dat merk ik dat ik dat... eigenlijk wel mee heb genomen terug naar Heerenveen. Tot slot, in die 100 wedstrijden, heb je een bepaald hoogtepunt waarvan je zegt, ja, die dat zal me altijd blijven in die 100 wedstrijden? Ja, dat is lastig. In Polen heb ik natuurlijk beker gewonnen, dus dat is iets wat je wel bijblijft. Maar ik denk toch dat ik wel trots ben op mijn debuut, dat ik die zo snel heb gemaakt. Op mijn 18e, dus dat is wel een moment wat me bijblijft. Dus dan moet ik dat zeggen. Daar is heel veel ruimte voor Amersfoort. Keer terug bij Heerenveen. En maakt met zijn eerste Eredivisie goal sinds zijn terugkeer de 2-1.